Limburger van verdiensten, dat word je niet zomaar. Het is een bijzondere onderscheiding die maar een paar keer per jaar wordt uitgereikt. Deze week is het echtpaar Van Rens uit Beek benoemd. Ze kregen de onderscheiding van gouverneur Emiel Roemer voor hun historische onderzoek naar de geschiedschrijving over de Joden in Limburg. Door dat onderzoek is er veel bekend geworden over het lot van de Joden. Nou, hier staat dus het hele dossier van Limburgse documenten die we bij ons archiefonderzoek gevonden hebben. En ik geef nu een willekeurig voorbeeld. Ik pak hier bijvoorbeeld de klapper uit waar Onderduikers op staat. Al tientallen jaren doen Herman en Annelies onderzoek. Er leverden een hoop documentatie en ook twee boeken op over een onderwerp waarvoor, gek genoeg, daarvoor weinig bekend was. Zo ontdekten ze bijvoorbeeld dat de Limburgse Joden vanuit Maastricht eerst naar Westerbork gingen en vervolgens naar werkkampen in Polen en Duitsland. En er gaat net een trein voorbij. Omdat men op een gegeven moment geen dorpelingen als getuige wilde hebben van de transporten, stak men eigenlijk het spoor over en ging men hier over deze weg. En dan zie je daar die boom in de verte, dat was eigenlijk de route naar kamp Westerbork. En dan moet je uitgaan van ongeveer 5 kilometer vanaf hier. Zijn die mensen dus in Kozel uit de trein gehaald? Op 28 augustus. 28 of 29. 28 augustus zijn ze uit Westerbork weggevoerd, die Limburgers. Ja, en daar trein vol met Limburgers. En 's nachts is die eerste trein daar gestopt in Kozel. Wat ik dus weet is uit die getuigenverklaringen, die interviews die met hem en andere overlevenden zijn uitgevoerd na de oorlog. Hij heeft dit altijd verzwegen? Hij heeft dit verzwegen. Ja, zoals mijn moeder ook haar verhaal in feite mee in het graf heeft genomen. En dat is ook het geheim, dat als bijvoorbeeld mensen mailen, mijn overopa die is weggevoerd uit Heerlen. Wat weet je van hem? Dan kunnen wij de naam van opa zoeken in onze database. Daar staan dan een stuk of 10 of soms minder, soms meer nummers bij van documenten die verwijzen naar dit pakket. Removed here from the train and separated from the families and loved. Door een onderzoek kwam er 8 jaar geleden een monument in de Poolse stad, waar dus die honderden Limburgse Joden naartoe werden gebracht. 20 minuten hebben ze hier gelegen en toen ineens hoorden ze dat die trein wegreed. Met hun vrouw, met hun kinderen. Ook maakte Van Rens een documentaire en ging met nabestaanden terug naar de plek waar de Joden naartoe werden gedeporteerd. Nu zijn hij en zijn vrouw benoemd tot Limburger van verdiensten, maar daarmee is hun werk nog lang niet af. We waren bezig met een onderzoekje naar... Nou, wat de reden is dat uit sommige plaatsen veel meer Joden zijn gered dan andere plaatsen. Ja. Conclusie, u blijft doorgaan. We blijven tot het niet meer kan. Veel mogelijk doorgaan. Ja. Succes. Ja. Dank u wel. Dank je wel.